Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er ligt vrij veel bewolking boven Nederland. In het westen klaart het af en toe wat op. Het is wel vrijwel overal droog. Vanochtend hebben we temperaturen die onder het vriespunt liggen. Min 3 tot lokaal min 5. Maar het kwik loopt wel op. We houden over het algemeen vrij veel bewolking. Er staat een stevige oostenwind. En die maakt het voor het gevoel veel kouder. Dat is ook vanmiddag overigens het geval, met temperaturen in het noorden net onder nul, in het zuiden net erboven. De bewolking wordt aan het eind van de dag dikker, met misschien een klein beetje sneeuw in het zuiden. Nou, dan hebben we het waarschijnlijk wel pas over tegen de avond. En ook in de avond kan er lokaal een vlok vallen, maar op de meeste plaatsen is het toch wel droog. De temperaturen liggen dan weer onder het vriespunt. Morgen worden het 2 tot 5 graden. De zon schijnt af en toe... Maar wel met de nadruk op af en toe. En vooral in de zuidelijke helft van het land zou lokaal wel wat lichte neerslag kunnen vallen. Maar dat zijn zeker geen grote hoeveelheden. Zondag wordt het uh, overal droog. in de loop van de dag ook duidelijk meer ruimte voor de zon. Temperaturen dan tussen de 3 en 6 graden. En vanaf maandag heeft de zon veel ruimte. Overdag dikke plus wat temperatuur betreft. Maar in de nacht kan het nog wel licht vriezen. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.